Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft met het programma Broko Fumeki Moni sinds haar start 388 personen getraind in een vak. Dit liet minister Stephen McAndrew gisteravond weten tijdens een persmoment. Het programma begon in oktober 2023. De eerste golf van de trainingen zijn haast achter de rug. De bewindsman zei dat de focus nu is op de tweede golf. En laat me voor alle duidelijkheid zeggen dat Broko Fumeki Moni inhoudt dat er landelijk kosteloos vaktrainingen worden aangeboden aan personen in de leeftijdsgroep 16 tot en met 40 jaar. In bepaalde gevallen hebben we toch wel uitzonderingen gemaakt door ook mensen die ouder waren dan 40 jaar een kans te geven. Ik denk hierbij aan de wijk Texas, Davisbuiten, waar ongeveer 25 vrouwen getraind worden in textiele werkvormen. Maar over het algemeen waren de meeste cursisten toch wel in de leeftijdsgroep 16-40 jaar. De bewindsman legde uit dat het Broko Fumeki Moni project inhoudt dat cursussen worden aangeboden. Die behoren tot het regulier aanbod van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Zoals lassen, gewassen, elektrohuisinstallatie, krachtinstallatie. Maar dat we ook soms cursussen aanbieden die toch wel gevraagd zijn. Zo hebben we onder andere in Nikeri een barberopleider voor zorg, kapper A-opleiding en we zijn nu daar bezig met een kapper B-opleiding. In Coroni hebben we speciaal op verzoek van Coroni een cursus ADL verzorgd. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Verrichtingen. Dat was voor personeel van een bejaardentehuis daar, zodat ze toch wel in staat zouden zijn om het tehuis daar draaiende te houden. Het Broko Fumeki Moni project heeft nu al in 5 districten gedraaid, waarbij 107 personen in Paramaribo een vaktraining hebben kunnen afronden. Gevolgd door Nikeri, waar er 99 mensen zijn getraind.